zover. Automax MieterTrek. We zijn onderweg van Utrecht naar Assen. Is voor ons een 195 kilometer. Achter mij rijdt onze rijdt Kick op de Wink Vito. Net opnieuw bestikkerd. Vol met merchandise. Daarachter rijdt de Ferrari 488 GTB. Daarachter rijdt de Audi RS6 Performance. Daarachter onze BMW M5 F90. En daarachter, waar rijdt er nog meer mee? De GT3 RS. Oh ja, de GT3 RS. De GT3 RS van DDC. We moeten nog ongeveer een 100 kilometer en dan komen we aan op circuit Titi Assen. Dus we hebben er zin in. Klinken allemaal anders, maar allemaal zo verschrikkelijk lekker. Op de Vito na natuurlijk. Aankomst op het circuit. We gaan nu even kijken waar we de auto's mogen parkeren. Welke pitboxen we toegewezen zullen krijgen. En dan gaan we de spullen even allemaal opbouwen. En de auto's op de juiste plek parkeren. Zometeen komt er nog een prachtige Audi R8 van ons. En dit is onze ruimte voor de komende 2 dagen. Ook de pas door ons geleverde Audi R8 V10 Plus is aanwezig, de ex-Hartwell auto. En de pas door ons geleverde Audi RS7 Performance is ook aanwezig. Een schitterende auto. Miltek uitlaatsysteem, uiteraard. Ja, dagje vrij. Mooi het dan een dagje vrij. Erwin, uiterst geconcentreerd op onze prachtige Blue Marina Bay BMW M5 600 pk X-Drive. Ik heb er zelf ook in gereden. Wat een fantastische auto is dit. Marijn die mag meerijden met een hele bijzondere Z4. Dit is dus geen paraderitje, maar dit is echt een vrij rijden moment. Dus hier gaan we even lekker los.
Gezellig, hè? Die man zei dat. Nou, de dag was thuis, allemaal grote verhalen. En gestaan, hè? Gestaan, hè? Onze eigen Tommy Cooper. Na het dichtplakken van Dennis zijn mond met duct tape hebben we toch nog een paar uurtjes kunnen slapen vannacht. En nu een lekker ontbijtje is wel nodig. Dag nummer 2 op Titi Assen. Dennis heeft zijn corvette meegenomen. En we hopen dat het weer nog omslaat. En wie is er ook aanwezig? RSS Beast met zijn splinternieuwe jasje. Ziet er erg dik uit. Snelle Fiat. Ook leuk. En dan plots zegt Erwin, John, ik ga reclame rijden voor de Cake Up The Week. We gaan een circuit op met de Cake Up The Week bus. Als de brandweer maar niet zo zachtjes rijdt, dan komt alles goed. Mooi, een kangoe voor ons. Marshall rijdt nog voorop. Dadelijk worden we losgelaten, hoop ik. Smaakt naar meer, hè? Dat is mooi, joh. Onze cameraman hier boven. Het is zomer in Nederland. We lopen goed, hier moeten we zijn, zo te horen. Het schieten van wat promobeelden voor Automax. We gaan zo meteen een stukje rijden met de camerawagens ervoor. En het weer begint een beetje mee te zitten. Het trekt een beetje open. De zon komt een beetje door. Een hele andere beleving zo met die zon erbij. Gisteren was het toch aardig fris op sommige momenten.
bij Jasper. Ja. Ik kan nu doodgaan. Ik heb mijn taak verbracht op deze aardbol. Ja, juist. Ik heb gewonnen van, nummer 3. We hebben nog een heel weekend om onze oren bij te laten komen. Wat zeg je? We hebben nog een heel weekend om onze oren bij te laten. Kijk, het is geen troostprijs, hè? En dan nu eindelijk zelf achter het stuur van de Sepang Blauwe RSS Performance van DDC. Achter de Marshall, helaas. We gaan zo meteen proberen om af en toe een beetje gat te laten vallen, dat we even een beetje het gas kunnen trappen. We rijden nu alleen maar met RSS op het circuit. Zijn er helaas geen 100 geworden. Vanwege het weer hebben er toch heel veel mensen afgehaakt, helaas. Maar het is wel een mooi aardig rijtje geworden, hartstikke leuk. Dus we gaan even genieten van die lekkere Miltec. We hebben de originele Toyota Supra van de Fast and Furious mee in die aanhanger aangedrukt. Hij startte niet meer, dus een beetje jammer. Dus de tijd is voorbij, denk ik. Ja goed, we hebben hem wel aan mogen raken. Hè. We gaan zo rijden. De caravan weer naar Uden. Mijn god, ik ben helemaal buiten adem. Was je dan Automax Mietentrek. We hebben ervan genoten. We hebben het weer niet echt mee gehad. Maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben er een soort personeelsuitje van gemaakt. We hebben erg veel gelachen. We hebben gezellig gezeten, gezellig gedronken, gezellig gegeten. En zit er helaas weer op. Ik zie jullie natuurlijk graag volgende Rijdkick op de Week weer terug. Dus niet volgende week, maar komende zaterdag alweer. Hè. Dit is een Kick op de Week bonus. Ik wil de organisatie van Automax Mietentrek ook bedanken voor die twee pitboxen natuurlijk die beschikbaar zijn gesteld. Gratis en voor niks voor ons. Tot de volgende Rijdkick op de Week, zou ik zeggen.